Yo YouTube, Acer hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zitten we in een random park. Het is winter, het is fucking warm. Fuck de opwarming van de aarde. We hebben de winter gewoon geskipt dit jaar. Dus zeker een duimpje omhoog, oké? Scroll even naar beneden. Like! Kom dan weer terug naar boven, oké? Ja. Vandaag gaan we opnemen hoe jij aan views kan komen. Heb je geen YouTube channel? Fuck die shit! Ik heb ook gewoon een pizza. Zeker dat de cameraman ook honger heeft, dus ja. Fuck you. We gaan er een leuke video van maken. Dus zeker een duimpje omhoog. Ja, ja. Let's go! Was in het begin van 2015 de shit. Je ging sowieso viral. Inbreken in het museum. Inbreken in dat. Nu heeft iedereen dat al gedaan en is het een beetje uitgemolken. Dus het plan vandaag: we gaan inbreken, maar we doen het extreem. We breken in een verlaten speelplein waar kinderen zijn vermoord. Dat is de hoerenkotje. Let's go! Ja, dames en heren. We zijn officieel binnen, we zijn officieel ingebroken in het speeltuin, denk ik. Verlaten grasmaaier op verlaten terrein van verlaten kinderspeeltuin. Het werkt niet meer. Ja, dat denk maar. Ik ben hier vroeger nog geweest, de cameraman waarschijnlijk ook. De ramen zijn duidelijk ingeslaan. Ah, ah shit, ah gaat fout. Ah shit, Emmerich gaat fout, ah. Ik heb zo het gevoel dat als ik blijf duwen, dat ik gewoon heel die muren induw. Niet, kan je daar iets in zien? Zie je iets? Nee. Oh. Jawel, dozen. Jawel. Ik weet niet waar het daar ligt, maar het is gewoon... Het is gewoon fucking vies. Ik weet niet, er ligt daar iets oranje en iets roze. Dat is bijennest. Is dat bijennest? Maar de bijen zijn dood. Heel belangrijk, zonder thumbnail klikt er sowieso niemand op je video. Thumbnails zijn gewoon... Ja, daarom is een goede thumbnail belangrijk. Je kan veel werk steken in een thumbnail en een goede kwalitatieve thumbnail hebben. Maar een video met zo'n thumbnail gaat nul, want er ook nul views krijgen. Nul! Wat je moet doen, is kleine aanpassingen. Zoals je ziet, we hebben een paar kleine aanpassingen gedaan op onze thumbnail. En hij ziet er nu gewoon veel beter uit. Je kan zien dat de oude thumbnail er nog altijd in verwerkt zit. Dus eigenlijk is dit gewoon een betere thumbnail. Dit is de manier hoe je aan duizenden meer views komt. En dat is gewoon een grote tip. Dat is gewoon een goede manier om aan meer views te komen. Dat is belangrijk! Je kijkers soms misleiden vrijwel met je titel, maar je titel gaat het nog altijd niet volledig doen als de video niet real is. Dus dat gaan we doen overreact, want dat is gewoon de shit, dus ja, dat doe je gewoon en ja, oké. Okay. We gaan een vuurwerkje afsteken, yes! Er is een bom, let's go! Oh. Dames en heren! Bom afsteken gaat fout! Leef je nog? Ik heb twee van die dingen op mijn hand gekregen. Er zit een duidelijk gat in de grond. Probeer het niet thuis! Ik denk net mijn been gebroken heb. Bom afsteken gaat fout. Ah shit. Look at my horse is amazing. Is het belangrijk dat als je gamevideo's maakt dat je zieke rages doet? En het boeit niet hoe, het moet gewoon een zieke rage zijn. Dit wordt de play van de jaren 90. Dit wordt hem, dames en heren. Dames en motherfucking heren. Oh my god, wat gaan we doen? Wordt het een nieuwe kill? Oh my god, vieze camper. Nee, wow. Fucking kutspel. Kuis team Acid voor al de opkuisdiensten en staan wij klaar. Dus wij hebben een melding gekregen dat er zwerfvuil op straat ligt. Dus wij zijn hier voor uw opkuisdiensten 24/7 altijd klaar. Hou uw stad proper met opkuisdienst in Acid. Bel ons vandaag nog op 050 050 050 050. Let's go. Als je video
video maakt, is er één iets heel belangrijk en dat is superlatieven. Jouw video is niet goed. Jouw video is niet beter. Jouw video is de beste video. Altijd superlatieven gebruiken in je video's. Je kan nooit te veel superlatieven gebruiken. Maak je video over borsten, de grootste borsten ter wereld. Maak je video over vrouwen, de mooiste vrouwen ter wereld. Maak je video over piemels, de... Dus heb jij een video die weinig views heeft en wil je meer views? Verander de titel naar mooiste, beste, leukste, droogste, Henkste video van Land Henk. En vanaf je dat opslaat, heb je ook gewoon meteen de 1 million views viewlog. Holy shit! Dus heb jij weinig views? Verander snel je titels. Let's go. Dames en heren, dat is hoe jouw views komt. Makkelijk, easy. Natuurlijk, als je echt gewoon zelf views wil, kan je met goede video's natuurlijk heel ver komen. En als je goede content maakt, komen de views vanzelf wel. En groeien je subs, je kwaliteit, alles tezamen. Dus eigenlijk moet je niks doen voor de views. De views komen vanzelf wel. De dingen die ik heb gezegd zijn... gewoon dingen die je wel kan doen, heel erg vergroot en fucking overdreven. Maar ik vond het wel eens een leuke video te maken. Dus dames en heren, doe zeker een duimpje omhoog. Ik ben Aceit en ik ga even van mijn piet trekken, yo. Ik was niet aan het lachen hoor. De camera maar uit. Hello. Ik ga een vuurwerkje afsteken. Ja, ja, ja. Oké, okay, wacht, waarom dat? Echt maar aan het leuk zijn. Ah, mijn oor. Wauw. Ik heb het niet beschermd, waarom?